De vader geeft zijn vrouw en twee kinderen vrijdagavond op als vermist. Een paar uur later wordt haar auto aangetroffen op de Vreeswijkstraat in Den Haag, vlakbij het Zuiderpark. Er zit dan niemand in. Een familielid zegt daarover tegen Omroep West: het zag er vreselijk uit. Het raam van de auto stond open en er lag nog babyvoeding in. De politie maakt zich zorgen over de veiligheid van de drie. Ze beginnen met een groot onderzoek en er wordt zelfs een Amber Alert uitgegeven. Het lijkt dus een serieuze zaak. Twee hele jonge kinderen, moeder die weg is, auto die op deze manier is aangetroffen, waar ook de spullen van de moeder en de kinderen nog in zaten. Wetende dat het kind medische zorg nodig heeft regelmatig, ja, dat gaven voor ons aanwijzingen om Amber Alert in te zetten en de hulp van het publiek in te roepen. Waarom de vrouw is weggelopen van huis, begrijpt niemand. Ik denk, hoe kan ze dat in godsnaam doen om zomaar weg te gaan? Laat dan een briefje achter of zo. Ik opa heel goed kennen, vader heel goed kennen, vader haar. Was het een goed huwelijk, denkt u? Precies niet weten, nee. Dankzij alle media-aandacht na het Amber Alert meldt de vrouw zich bij het politiebureau Zuiderpark. De vrouw is vrijwillig weggelopen bij haar man en ondergedoken bij familie. Het lijkt erop dat de politie een aantal familieleden over het hoofd heeft gezien. We hebben natuurlijk gelijk een breed onderzoek zijn we gestart. Daar is natuurlijk ook de familie bij betrokken geweest. We hebben de directe familieleden, daar hebben we navraag bij gedaan. Nou, daar zat ze niet. Uiteindelijk bleek ze bij andere familieleden te zitten. Dus uiteindelijk is het zo afgelopen. Voorlopig is dus nog de grote vraag wat er zich nou heeft afgespeeld. Waarom is de vrouw weggelopen en wat was de rol van haar man en waarom besloot ze zich te melden? Op die vragen is nog geen antwoord. Ook de politie en het OM hebben op deze vragen nog geen antwoord.